Hallo, beste kijker. Ja, het is woensdag en ik heb een nieuwe gast. En het is eens een man, Michael Niklaus, welkom. En we gaan het hebben over de dood, hè? Want de dood hoort bij het leven. En doodgelukkige getuigenissen geeft leven aan de dood. Dat is zo'n beetje de insteek. Michael, jij bent nog jong, jij bent de jongste, denk ik, die ik hier op bezoek krijg. Maar heb jij al met de dood geconfronteerd geweest in je leven? Ja, ik denk dat iedereen wel, ja, het zal of een jong zit of niet, dat iedereen wel met de dood in aanraking komt. Ja. En trouwens, ja, eigenlijk is alles een beetje sterren, het nieuwe boel, hoe het nu kan. Dus, Absoluut, absoluut. Ik heb u al eerder geïnterviewd, dus voor de mensen hier, mocht je de Change Story van Michael Niklaus nog niet gezien of gehoord hebben, zou ik zeker verwijzen naar We Are the Change. Daar hebben we het over. Michael is alcoholconsulent, heeft een verslaving achter de rug, al 10 jaar nuchter, hè, of meer dan 10 jaar. En in die zoektocht, zelfs na je nuchter zijn, was je nog niet echt gelukkig en dan heb je God en Jezus gevonden. En dan ben je echt de gelukkigste man hier op aarde, zou ik zeggen. Allee, een van de gelukkigste op aarde is papa van twee mooie kleine kindjes, Lea en Noah. Maar we gaan het dus door jouw gelovig zijn en door je gelukkig zijn, door het geloof gevonden te hebben, gaan we eigenlijk vandaag over jouw geloof gerelateerd aan de dood. Hoe kijkt jouw geloof? Dus het is christelijke geloof, hè, dat je beleeft of praktiseert, of hoe moet ik het zeggen? Hoe ziet het christendom naar de dood en naar leven en dood? Ik kan misschien ook zeggen, want in christelijk geloof is dat wel soms vrij stevig zo. Het is Ja. vrij, volgens de Bijbel is volgens ons christen een beetje de waarheid. En Ja. dus dat is wel, soms als mensen hier gaan zien, zal het een beetje op voorhand zijn dat het soms een beetje misschien hard kan binnenkomen. Maar mijnzelfde zoektocht is ook geweest van het christendom, wat dat eigenlijk is. En we zijn er nu al jaren mee bezig en we hebben daar heel veel over geleerd. Dus ja, hoe kijkt het christendom naar de dood? Dus ja, is dat er een hemel is en dat er een hel is. Ja, hè? En is dat als je in God en in Jezus gelooft, dan is de kans heel groot dat je naar de hemel gaat. En als je het eigenlijk ze niet aanvaardt of accepteert, dan is de kans heel groot dat je niet naar de hemel Mag gaat. ik direct En wat zoals het, dan? maar ik vind het Je heel. begint van eerst inderdaad zo'n zware vraag. Ah ja, maar ja, Wil dat de is reden juist. vragen? Ja, natuurlijk. Nee, maar het is ook omdat ik hier al een paar mensen over de vloer gehad heb. En die delen mijn mening. Namelijk dat, want dat is eigenlijk het uitgangspunt. Hè. Wim, mijn man, tijdens de laatste levensmaanden, hij had dus nooit met spiritualiteit of zo bezig geweest. En de ziel en de reïncarnatie, waar ik over wil praten, die wilde daar niet over horen. En als hij dan wist dat hij zou sterven, dan begon hij echt naar mij te vragen: maar allee, volgens jouw Maar visie, waar ga ik nu naartoe? En noem maar op. En ik heb hem verteld, mijn visie, namelijk dat, ja, dat de ziel kiest wanneer dat hij geboren wordt, dat hij een lichaam, ja, dat hij ouders kiest, dat hij levenslessen hier kiest. En als die levenslessen geleerd zijn, dat hij naar huis gaat. Hè. Maar jij en het christendom ziet dat niet zo. Hè. En daarom wil ik ja heel graag, want ik heb respect voor ieders mening en ik ben zelf ook zeer geïnteresseerd naar jullie visie. Maar laat ik het zo zeggen, dus dat ik vroeger meer gelijk u dacht altijd, hè? Reïncarnatie, de ziel. Maar sinds dat ik christendom en leer ken, kijk je daar eigenlijk ganz anders naar. Want inderdaad, ik heb dat vroeger ook nog gezegd, hè? Je ziel kiest de aardes en dit. Maar nu ben ik daar, ben daar een beetje meer van afstappen. En Omdat ik dan meer. denk ik Jawel. mij en ik denk Jawel, de maar kijkers ik ga ook. proberen te. Want let op, want soms mensen denken soms echt dat ik goed ben. Ja, nee, maar wij denken dat niet. Nee, echt. Eigenlijk met al. Adam en Eva, hè. Dat verhaal kent iedereen, Adam en Eva. En dan heeft Eva. Dus eigenlijk waren zij onsterfelijk, ze waren blij, ze waren in het paradijs, ze waren bij God. Maar doordat Eva van de boom van kennis en kwaad heeft gegeten, zijn zij sterfelijk geworden. Opeens kennen ze schaamte. En eigenlijk is vanaf dat moment zijn wij eigenlijk zonde in de leven gekomen. En eigenlijk is als je zonde maar hij is eigenlijk afgescheiden van God dan. Hè? En eigenlijk is elke mens, voegt hij daar dan
elke mens die daarna is geboren, is eigenlijk zondig geboren. Dus we zeggen vaak van, ah, kind zijn... Ah, dus de erfzonde dan. Ja, dus ja. Kindjes zeggen vaak, ah, ze zijn onschuldig, ze zijn zo lief en schattig. Maar eigenlijk zit de zonde in de mens. En soms, als mensen, als ik zeg aan mensen dat we zondig zijn, mensen zijn het daar moeilijk mee. Ik trouwens ook, ik heb daar een jaar en half weerstand op gehad. Maar wat bedoel ik eigenlijk met zondig zijn, is dat wij in onze jaloers, wij gaan ons vergelijken met andere mensen. Wij gaan niet God op de eerste plaats stellen, maar andere dingen op de eerste plaats stellen. En eigenlijk gaan wij altijd ook zo, gaan wij ergens niet content zijn. We gaan ook meer willen, we gaan niet snel tevreden zijn. Eigenlijk zit die zonde in de mens. Ja, dus elke mens wordt ook echt zondig geboren. En het is eigenlijk door Jezus Christus, 2000 jaar in de wereld is gekomen, Jezus is aan het kruis gestorven voor eigenlijk alle zonden van het verleden, heden en de toekomst op hem te geven. Ja, dus als jij gelooft dat Jezus, want Jezus is gestorven aan het kruis, en het stond altijd in de Bijbel dat hij na 3 dagen weer ging opstaan. En eigenlijk heeft Jezus de zonde overwonnen, hij heeft de dood overwonnen, en dat hij 3 dagen uit de dood is opgestaan. Dus hij is naar het onderrijk gegaan en heeft daar gevochten. En hij heeft de dood overwonnen. Dus daarom, als jij in Jezus Christus gelooft, dan overwinde hij eigenlijk ook de dood. Ja. Dus eigenlijk zeggen ze vaak... Dan ben je niet zondig, niet meer. Zijn je niet we blijven zondige wezens. We blijven jaloers. Ben je geboren met die erfzonde? Of is die geheeld door Jezus? Ja, wel, die is geheeld door Jezus. Hè. Maar we blijven wel zondige mensen. Maar we hebben Jezus nodig om ergens een betere versie van jezelf te worden. Eigenlijk, Jezus was eigenlijk de perfectie. Die heeft 33 jaar geleefd. Heeft geen één fout gedaan, heeft geen één keer gelogen, hè, de 10 geboren. Geboren, ja. Heeft niet gelogen, heeft niet gestolen, hij is altijd eerlijk geweest. En eigenlijk was hij... Nee, maar Jezus was eigenlijk 100% God en 100% mens. Dus eigenlijk, God heeft de wereld geschapen. Jezus, God en de Heilige Geest. En de Heilige Geest is gebleven nadat Jezus terug is. En de Heilige Geest? Het universum? Voor mij is meer de Heilige Geest. Het is meer de iets dat... De energie, dus, de kracht. Ja, dus bijvoorbeeld, ik ga gewoon een voorbeeld geven. Dus je hebt het boeddhisme. En eigenlijk, het boeddhisme is eigenlijk volledig op de steun van je verlangens los te laten. Je moet je detachment... Maar het is dan juist die noemstel. Dus je moet je verlangens... Alleen niet de... Je moet natuurlijk weten welke de juiste verlangens zijn. Je moet er een onderscheiding kunnen maken. Maar eigenlijk zie ik als de Heilige Geest door je heen pusht. En dan voelde van, ah ja, ik moet naar daar, gelijk op zich, als ik zelf 10 jaar geleden al veel met spiritualiteit bezig was, voel ik soms dingen, ah ja, ik moet mijn job loslaten, ik moet iets anders doen, dat zie ik ook ergens als de Heilige Geest, wel, die stuurt. Het is dan natuurlijk aan ons als mens, om daar ofwel naar wel naar te wijzen, ofwel niet naar te wijzen. Natuurlijk, wat is er juist? Ja. Want vanuit, wij hebben nu een gezin, we zijn met 4, hè, dus mijn vrouw en 2 kinderen. Maar soms heb ik een verlangen, maar is dat verlangen van mij? Is dat... Ja. En dat is voor mij 5 jaar sinds dat komt. Van God en wat komt er niet van God? En let op, dat gaat altijd moeilijk blijven om dat onderscheid te vinden. Maar door. Als je, allee, ik geloof dat de Bijbel het woord van God is. Mm-hmm. Als je iemand wil leren kennen, dan moet je, als mensen bij mij willen leren kennen, ik heb veel verschillende boeken gegeven, boeken gelezen. En bij God is ook, God heeft een Bijbel geschreven door mensen, maar hij is de auteur, stel dat hij morgen je hand breekt en je arm breekt, en hij kunt niet schrijven, maar ik zeg je alles wat hij moet schrijven. Jij zegt mij alles wat ik moet schrijven, dan blijf hij altijd de auteur. En God is de auteur van de Bijbel. En ik geloof dat... de Bijbel ook, veel mensen denken, oh, dat is een oud boek. Maar eigenlijk gaat de Bijbel gaat eigenlijk over hoe dat je met mensen moet omgaan. Hoe dat je als mens met leven moet omgaan. Mm-hmm. En eigenlijk de allerbelangrijkste vraag in de Bijbel is, wat gebeurt er na de dood? Ja. Maar veel mensen zijn er niet mee bezig. De meeste mensen zeggen, oh, ik wil een grote tv kopen. Of, ik wil... Materialisme, hè. Maar eigenlijk... En dan natuurlijk, gelijk wat dat wil... Meestal, hoe dichter dat mensen bij de dood komen, hoe meer dan die vragen zich ook stellen. Want natuurlijk, als je... Ik ben nu 37 jaar. Ik ben wel soms een keer bezig met de dood, maar dat is niet dat ik zo het gevoel heb dat ik de komende dagen of zo ga sterven. Maar boven weet nooit. Hè. Maar hoe dichter dat naar de dood komt,
automatisch gaan meer beginnen nadenken van, dat is, ja, wat gebeurt en ik heb hem gezien, want hij had heel veel angst, hè, want iets waar je nooit over gelezen hebt, iets wat je niet begrijpt. Ja. Hij dacht dat hij onder de grond ging zitten en dat het gedaan zou zijn. En dan hoort hij van mij, dan wauw, en die verbinding dat hij toch nog met ons zou verbonden zijn. Echt, en dat is zalig om dan uw man, hè, zo minder angst te zien hebben. En daarom doe ik dit, om mensen, want er zitten hier veel mensen die ook net iemand verloren hebben en zo, en die daar kracht uit putten. En vandaar ga ik ook, want ik ga ook de andere godsdiensten aan ook neer en dat we doen om mensen minder angst te hebben. Maar wat dat jij nu zegt, hè, is geloof jij in het lot? Weet jij, heeft God al bepaald wanneer dat jij gaat sterven? Ja, dat geloof ik wel ergens. Ja. Ja. Maar alleen geloof je in het lot of geloof je in God? Ja. Of wel, dat is een mooie titel. Ja, maar God niet alles. Hij is de maker van de wereld. Hij weet alles al. Hè. Er staan heel veel Bijbelversen. Ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd, maar heel veel Bijbelversen. Waarin dat staat van God kende u al voordat je waar wist dat we dat allemaal ging doen. Hij heeft u geweven in de baarmoeder, staat ook in de Bijbel. Dus hij weet al alles. Maar ja. Is het zo? Want dat vind ik, dat is het enige. Want ik heb daar ook al met Selina de Meijer, die naam heb ik u al laten vallen. Dat is ook een christelijke gelovige, ook een jonge meisje. En die komt hier ook aan bod. En zij heeft mij doen inzien. En daar zijn we het niet eens. En dat is alle respect van. Mij houdt sterk, of dan snap ik, ik zal het zo zeggen, dat al die drama's in de dood, kinderen die sterven, verschrikkelijke doden, accidenten, natuurrampen, dat allemaal zo, dan snap ik dat mensen zeggen, waarom, als er een God zou bestaan, waarom laat hij zo'n erge dingen toe? Ja. En dan snap ik van, ja, maar, en ook zo aan mijn man zegt, door de reïncarnatie, die ziel die kiest daar, wat die wilt hier ervaren. Dus ook zo'n natuurramp of zo als kind, dan een hevige dood en zo jong willen sterven. Maar dan komt die ziel terug om dan een ander leven nog eens te ervaren. En als je dan, want jullie geloven in maar één leven. Hè? Twee levens, hè? Hier sterven en dan in de hemel en dan in de hemel. Hè? En hoe snap je dan mensen die. Die zeggen en die dan twijfelen aan dat er een God bestaat, ja, maar, dat er zo erge doodsovergangen, overgangen van de dood. Is er één zeer belangrijk punt in, is dat niet God is die altijd zorgt voor de miserie. Het zijn vooral de mensen. Het zijn mensen die elkaar pijn doen. Natuurrampen, helikopter. Ja, oké, okay. Ja, okay, maar het is, ik wil eerst dat zijn, want natuurlijk, er zijn veel, maar de heel veel miserie is door mensen, is door dat we elkaar pijn doen. En ja, ik kan niet op alles antwoorden, maar God laat dingen toe, hè, natuurrampen. Ja, waarom laat hij dat toe? Ik weet dat niet. Omdat wij de natuur misschien te. Allee, God is geen straffende God. Hè. Nee. Dus, eigenlijk zie ik God eigenlijk gelijk. Stel dat je een buurman hebt en die houdt van je. Een buurman, en elke keer als jij je niet goed voelt, zegt hij nu aankomt bij mij. En als baal mensen hebben zoiets van, nee, het is goed, ik heb het niet nodig, ik ga het wel zelf doen. Maar ook verschillende zaken, kinderen, volgens, er staan niet allemaal letterlijk in de Bijbel, maar kinderen gaan op zich ook naar de hemel. Dus op zich, dus bijvoorbeeld bij ons in de kerk, we gaan naar een evangelische kerk, baptistkerk, er is iemand gestorven 3 weken geleden of 4 weken geleden. Iemand die altijd naar de kerk ging, maar opeens in het ziekenhuis gestorven. En natuurlijk, wij vinden dat super erg, want hij is er niet meer. Eigenlijk zeggen we allemaal hetzelfde. Hij is op een betere plaats. Hij is in de hemel. Hij was gelovig. Hij had Jezus aanvaard als het offer dat hij gedaan heeft voor ons. Dus wij hebben allemaal zoiets van, oké, hij is in een betere plaats. Maar wij ook, maar de mens vooral bezig ook met God en het hiernamaals. Wij hebben daar ook allemaal een beetje van. Het humanisme 1840, denk ik, is dat in de wereld gekomen is. De mens centraal. Voor 1840? Het was altijd goed van het niet de mens. Ja. Dus mensen waren mee, het leven te leiden, zich voor te bereiden op die namaals. Maar dat is wat wij totaal niet meer doen, omdat wij een soort luxe mensen zijn geworden die hier alles in de wereld willen vergaren. Mm-hmm. Maar bon, kun jij toch iets mee pakken of zo in het hemel? Dat dus, toch hier ook de hemel op aarde creëren. Ja, natuurlijk, ja. Je kunt de hemel hier op aarde creëren. Dat is niet dat God zegt, maar we zijn veel te weinig inderdaad van, wat gebeurt, hè? Mijn vader bijvoorbeeld is geen christen. Ik stuur hem ook door God en die dacht ernaar kijken.
niet alles. Hè. Maar mijn vader is ook soms zo iemand, hij is een fantastisch mens, maar hij zegt soms zo, maar ja, maar waarom heb ik God nodig? Ik bedoel, het gaat maar goed met jullie, we hebben het goede thuis, alles gaat goed. Maar ik ben ervan overtuigd, hè, want hij is ook een beetje bang om te sterven. Ik ben totaal niet bang om te sterven, ik kijk er naar uit om te sterven. En hij is nu 65 jaar, maar ik ben ervan overtuigd in de komende jaren, ja, natuurlijk, ja, hoe ouder dat wordt, hoe dichter. Maar wil je dat is dan hebben om te luisteren? En om... Ik kan een abonnement pakken op doodgelukkige getuigen. Ze gaan van alles door. Ja. Jij zei dan net dus dat je keuze hebt gemaakt voor de Baptistenkerk. Ja. Wil je daar zo even, want ik heb dit hier voorbereid en ik heb vroeger kerken en visies en stromingen. Ja. Van waar komt dat en waarom eigenlijk? Als het toch maar één God is en ja. Jezus God. Ja. En... Je hebt een Bijbel die geschreven is. Het is te zien hè, welke mensen dan mee aan de slag gaan. Vroeger konden mensen niet goed lezen, niet goed schrijven. Dus als er een priester was die niet oké was, hè, die geldgezind was of zo, dan kon hij eigenlijk allemaal dingen beginnen zijn aan mensen. Dan zei ik niet snap. Ja, goed geloof, ja, en ik moet werken voor de hemel en ik moet geld betalen omdat ik dan meer kans heb in de hemel te gaan. Dus je kunt mensen eigenlijk misleiden. Vandaag is dat veel minder. Het meer de katholieke strekking, wij gaan van hier de protestantse strekking. Dat is eigenlijk het verschil daar. Ja, natuurlijk. Ja, de katholiek, allee, bijvoorbeeld, een gigantisch groot verschil in onze strekking is dat onze dominee, priester, die is gewoon getrouwd. Die is getrouwd, die heeft twee kinderen. Ja. Dus, de priester in de katholieke kerk, die mogen niet trouwen. Of, allee, dus op zich, het schijnt dat dat ooit gekomen is, doordat ze de vroeger was, mocht dat wel lang, 100 jaar geleden, maar doordat dan het geld bij de vrouw achter bleef, ging dat geld mee naar de kerk of zo, iets in die naart. En dan hebben ze gezegd, we gaan dat zo doen. Maar op zich is dat niet logisch. Als je erop nadenkt, staat ook nergens 0,0 in de Bijbel dat het niet alleen moet blijven. Want dat is ook niet logisch, want jij zit in een relatie, het probleem, het is toch normaal dat je met iemand bespreekt die ook in een relatie zit. Wat kan een priester zeggen? Dus op zich, dus onze strekking is meer, een dominee is getrouwd, die heeft kinderen. En dan ook, onze strekking uit zich vooral bezig met Jezus. Hè? Met het feit dat Jezus, het Nieuwe Testament gaat over Jezus, is dat Jezus op de wereld is gekomen en dat hij moet... Je moet eigenlijk aanvaarden dat hij voor u gestorven is. Ja. En als je dat gelooft, wat heel veel mensen denken, dat je hemel moet verdienen, dat je veel moet doen om in de hemel te geraken. Maar moet je enkel Jezus aanvaarden, gewoon geloven daar. Het is eigenlijk super simpel. Je moet gewoon aanvaarden dat Jezus hier op de wereld is gekomen 2000 jaar geleden. Dat hij aan het kruis is gestorven. Na 3 dagen, wat is dat? Hij heeft die dood gewoon. Daar gaat het om. Ja. Als wij dan geloven, ja. En wij zijn dan in de hemel en we zijn bij hem dan. Ja. Wist je dat, ik heb gisteren zo wel eens te lezen over Jezus zijn jeugd. En er is van de eerste 18 jaar is er niet veel terug te vinden. Mm-hmm. Maar daarna wel. En dat hij zelfs ook naar India en het boeddhisme en het taoïsme en zo, dat hij daar gaan bestuderen is. Wist je dat? Ik dacht van, ja, ik vond dat wel speciaal. Dus die moet daar dan toch ook van die reïncarnatie en aan alles van... gelezen hebben of ervaren hebben. Ik vond dat wel... Ik wil in de Bijbel ook reïncarnatie. Je kunt ook zien dat je één keer nieuw leven hebt in de hemel. Dat is ook opvallend. Maar ik geloof dat vroeger ook. Maar eigenlijk, christendom gaat vooral over verantwoordelijkheid opnemen. Hè. Ik vind soms spiritueel gaat veel van beneden naar boven. Terwijl het van boven naar beneden is. En als Jezus gekend is, eigenlijk iemand geweest die altijd voor de waarheid stond. Die heeft de waarheid gesproken en de waarheid kwetst. De waarheid doet soms pijn, maar je nam wel verantwoordelijkheid. En dat is wat ik vooral geleerd heb in het christendom, is om verantwoordelijkheid te pakken. Is om, oké, hebt u gezin, je moet proberen een goede papa te zijn, je moet een goede partner zijn. Dat is ook niet altijd simpel allemaal. Maar het is zeer geaard. Ook al klinkt soms, soms zeg je dat aan mensen, ja, spiritualiteit, ja, maar wel zweven. Ik ken persoonlijk heel weinig christenen, want we gaan naar de kerk, we gaan naar de kernschil, die zweven. Mm-hmm. Net de christenen die wij kennen in de kerk zijn mensen die je leven in handen nemen, die, die, die allee,
Ja, proberen zijn. Ook kinderen, je hebt heel veel kinderen hè, in christengemeenschap. Is omdat dat het schoonste dat bestaat, het schoonste dat wil van ook. En dat je kunt opvoeden. Dus, ja. Mm-hmm. Ja, wel, dus de kinderen zijn ongelooflijk prachtige zielen, hè, nog heel onschuldig. Blijkbaar toch wel belast met de erfzonde. Ja. Maar kinderen, we zeggen dat vaak. Allee, ik ken je zelf twee kinderen. Ik heb 1 jaar en 1 van 4 jaar. Kinderen zijn eigenlijk enorm zondig. Want het gaat niet om God zijn wil, het gaat om mijn eigen wil. Mijn dochter is 4 jaar. Ik hou van mijn dochter. Fantastisch kind. Maar als ze roesting niet krijgt, dan is ze niet zo lief en onschuldig. Ja. Dan is ze net heel sterk. Ik heb dat ook niet. Ah ja. 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 Dus ja. En, ja. Ja, die hebben geen bedoel, eigenlijk. Ja, maar het is omdat we eigenlijk bezig zijn met hun eigen wil. En eigenlijk, sinds dat ik heb één God ontmoet, een God leer kennen. Sindsdien ben ik bezig, maar wat is God zijn wil? Het gaat niet meer om wat ik wil. Oké, ik ben van Gent, mijn vrouw is van zee. We hebben beslist om naar de zee te wonen. Zou ik niet met mijn vrouw zijn, zou ik zo het gaat niet om wat ik wil, het gaat om wat dat goed is voor het gezin. Allee, ja. Eerst waren we met 2, dan met 3, dan met 4, dan misschien ooit. Ja, want jij hebt veel kinderen. Maar het gaat inderdaad om wat dat God zijn wil is. Maar kinderen, en je ziet dat ook, het is een heel veel volwassen mensen met kinderlijk denken. Want als ze hoesting niet krijgen, beginnen ze het maar niet te leven. Ja, 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 ja. Dus kinderen zijn lief, en let op, en mijn dochter is van taal, mijn zoon ook. Hè. Mijn zoon is, ja, kijk, hij is juist als ik wegging. Mijn benen en wat mee wandelen of zo. Maar, ze zijn niet zo onschuldig als dat ik denk. Want als ze roesting niet krijgen, ik heb altijd zo die reclame, als ik nog geen kind had, en zo die reclame van zo'n klein in de supermarkt, die zijn roesting niet krijgen. En dan is dat zo'n used condoms. Is dat ja, ja. Maar boh, ik heb jullie ook al kun je weer meegemaakt, met Lea. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus allee, eigenlijk, als ze hoesting niet krijgen, dan worden ze kwaad. Ja. Wij zien dat eigenlijk allee, in een mens zit. Ja. Mens wil altijd hun wil. En jij zegt dan dat door, want Lea gaat naar Bijbelklasje ook. Zij is naar een christelijk school geweest en dat we hem voor, maar we moeten nu aan het zee. En nu gaat ze naar, naar een methodeschool, is dat hier in de buurt. Dus, maar ja, ook, het is niet, in de school Gent was echt christelijk school. Hier is het geen christelijk school, maar ze staan ook wel open voor het een en het ander. Ja, 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 ja. Ja, maar wij vonden dat wel belangrijk. Maar mijn dochter van 4 jaar, als ze bang is, dan vraagt ze achter, ja, maar is, dan vraagt ze achter Jezus. En mijn vrouw leert bijbelteksten met mijn dochter, dus die kan echt wel bijbelteksten zeggen. Ja, omdat wij dat belangrijk vinden. En ook omdat wij goed zien wat dat in ons eigen leven heeft gedaan. Hè. De eerste 6 jaar was ik op zich een vriend, onrustige mens. Hey, top, ik was wel blij dat ik nuchter was. Als ze stopt met drinken, voel je mij goed, maar voel je vaak onrust. Gemist, hè? Had je gemist? Ja, ik wil dat opvullen. En dan, 5 jaar en een half geleden, heeft God gelijk, ja, dat allemaal opgevuld. Ja, kan dat moeilijkheid zijn, maar dat is zo. Ik had heel veel pijn in mij. En ik wist waar ik naartoe moest. En ik heb het gegeven. Dat is weg. En sindsdien is dat gelijk weg. En het is zeer moeilijk in ons leven, omdat wij zijn. Nee, dat je moet vertrouwen hebben. Mm-hmm. En ook met kinderen soms zoeken. Maar toch heb je zoiets van, ja, oké. Okay, je hebt dan, hou vast aan je geloof. Ja, massa. Als je het moeilijk hebt, ja. Okay. Nee, ik bedoel, het is wel belangrijk dat je dingen opbouwt in je leven. Maar dat is niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste Het belangrijkste is dat je Jezus kent, dat God kent en dat je weet van, al de rest is minder belangrijk dan. Ja, ja, ja. Omdat wij hechten enorm veel waarde aan materiële dingen of aan succes of macht. Maar eigenlijk is dat in de flits weg. Ik neem het niet mee, hè? Er is eigenlijk één stuk in de Bijbel dat ik hou ervan om dat te lezen. Maar het is niet simpel als je daar niet mee bezig bent, maar het is Prediker. Dat is een Hans hoofdstuk in de Bijbel. Dat eigenlijk gaan we de zin doorzetten van het leven. Maar je moet echt wel, als je dat leest, kun je wel een beetje deprimeren worden. Maar omdat, ja, het gaat de zinloosheid van het gaat over de koning en je had alles, en je had, en dan ben ik mee, ja, eigenlijk niet zo, maar het gaat toch. Ja, toch. Dus
Maar op zich kun je dat dan ook zo, je kunt alles in perspectief plaatsen. En we hebben ook nog een beetje onze eigen issues, soms mijn vrouw en ik, maar we weten, met mijn God erbij, met Jezus erbij, gaat het allemaal goed doen. En ja, het is een kwestie van tijd. Maar God heeft me ergens dat vertrouwen gegeven, dat ergens ja, alles oké okay is. Snap je? Dat we niet veel stress moeten hebben. Angsten, in de Bijbel staan er 400 sterren, dat we geen angst moeten hebben. Dat 400. eigenlijk, vaak hebben ze gezegd dat er 365 waren voor iedere dag één, maar eigenlijk zijn het. Omdat dat. Het is ooit een verhaal geweest van een kerel die, ja, die in heel veel landen worden christenen vervolgd. En als je christen bent, word je vervolgd. Het was een kerel die ergens was opgepakt en ze hebben hem dan gemarteld. En hij had de 365 van buiten geleerd. En iedere dag zit hij een vers op iedere dag zitten en zo. En hij heeft dat zo overleefd. Dat is nog, ja, je kunt dat zien op YouTube en zo. Maar hey, dat zijn zo van die zaken. Dat, weet je, als God bij je is, je moet geen angst hebben. Dat is weer verschrikkelijk ding. Ja, dat weet ik soms ook niet, maar. Dat geloof in dat er reïncarnatie, dat de ziel dat zelf kiest, maar, en dat die als een natte ziel dan ervaren, dat die dan de volgende keer terugkomt, dat die een stapje hoger, tot als die in de verlicht, ik ben maar niet verspreken, die moet terugkomen omdat die verlicht is. Dus dat is waarom dat ik, daar heb ik nogal vast aan van, oké, dan snap ik waarom dat er zoveel erge dingen gebeuren. Alleen God, en ik bedoel God, want ik accepteer en ook Jezus en noem maar op. Maar dan snap ik het niet dat hij dat laat. Ja, maar wij kunnen het niet alles snappen, hè, waarom dat dingen gebeuren. Maar eigen groter plan, dat is juist in je eigen leven. Weer zo goed dat kan ik niet genoemd. Maar later bleek het dan dat dat een kantelpunt geweest is in het Ja, leven. Er zijn mensen die burn-out zijn, mensen kiezen, die dat niet accepteren en opeens merken van, ah ja, kijk, nu Hans anders doet net weer. Allee, ja, bijvoorbeeld bij mij, mijn klas, is er iemand gestorven ook. En voor mij had het een gigantische impact gehad in mijn leven. Omdat, ja, die jongen zat altijd op school en opeens, ja, hij kwam gewoon niet, dus ja, ik denk, hij is ziek. Maar hij was eigenlijk, ja, om mij niet door de auto, hij was gestorven. Maar bij mij was dat onmiddellijk zo. Wow, allee, zo iedere dag kan het leven stoppen. En dan heb je kijk, dan ben je maak je al die examens uit, weet je toch? Moet je leven maar één keer moet. Dus iedereen gaat er zo mee op zijn eigen manier. Op zich, dat heeft mij wel doen beseffen, want ik ben wel iemand die snel en beslissing durft nemen. Omdat ik ook zoiets heb van, ja, we hebben hier inderdaad te leven, we moeten hier ervaring op doen. En waarschijnlijk denk ik heel vaak zo dat doen. En ik ben meer een van, ik ga ervoor. Maar ja, dus. Maar ja, de dood doe je altijd nadenken. Ik help veel mensen om te stoppen met drinken. Maar sinds ik ben begonnen 11 jaar geleden, dan ken ik al zeker 20 mensen die zijn gestorven. Dus mensen die zelf moeten spelen, mensen die zich doodgedronken hebben. Dus ja, mensen die accident hadden met een auto als ze gedronken hebben. Dus ja, dus allee, we worden wel veel met de dood geconfronteerd. Hè. En, maar ik ben wel al mee bezig geweest. Ik als een jongen naar stroof was, wat is het doel in het leven, wat is de zin van het leven, ik ben er altijd wel mee bezig geweest. En dat is ook zo. Ik heb ook veel gezocht in het boeddhisme, het hindoeïsme en al, maar ik heb er nooit antwoord op gevonden. Ik heb nooit een duidelijk antwoord gehad van, oké, wat gebeurt als sterf of verlichting? Oké, maar wat is dat? Ja. Je moet blijven aan het maar wat zijn het dan als je verlicht Dat bent? zijn de vijf, ja, bij de een met God en met alles wat er Ja, is. En heb je hier, want jij spreekt van Adam en Eva en Lot, ik zie dat, van, dat daardoor die dualiteit, hè, de wereld van hier op aarde, daar in de hemel of waar dat onze zielen naartoe gaan, is er geen dualiteit. Het is enkel hier op aarde om juist te leren goed en kwaad, licht en donker, alle tegenstellingen en dat je dan die keuze hebt. Hè. En die ziel kiest dan hoe donker of hoe licht of hoe maar goed of hoe kwaad dat ze hier willen gaan. ik vind het interessant, want ze zijn eigenlijk wel de vrij zijn, dat is eigenlijk dan het idee, maar als je Jezus kent, zijn ze vrij. Dus op zich, ja, maar hoe is dat? Maar als jij dan nu zegt, want ik ga hier ook moslims en Ja, dat zal wel. die hebben dan niet zo'n relatie met Jezus, die accepteren hem wel, want dat Ja, was al ik weet het, een profeet. Maar hoe gaan jullie dan naar andere godsdiensten? hè. Hoe is dat weer? Ja, wat in de Bijbel staat. Ja. Nee, en dat is niet zo. Kijk, hè, ik ben de Bijbel beginnen studeren
3 jaar geleden. Hè. Dus ik ben op zich altijd zo zot gespecialiseerd erin, maar wij volgen wel 2-3 keer in de week allemaal Bijbelstudies plus online, is het heel wit. En dat klopt. Het is raar, hè, maar dat elke vraag dat net, en je bent dan van waarom gebeurt er zoveel fout in de wereld? Ik stink dat ook veel op de mensen, omdat mensen elkaar enorm veel pijn doen. Oké, die natuurramp, daar heb ik niet echt een uitsluitend antwoord op, maar eigenlijk zijn er heel veel dingen beantwoord in de Bijbel. Wat gebeurt na de dood? Waarom moet je Jezus aanvaarden? Kijk, alleen, als je dan kijkt naar moslims en zo, maar ik moet daarmee opletten, hè, want ik ken de Koran ook. Zijn ook kinderen van God, hè? Ja, let op, we zijn allemaal kinderen van God. Absoluut. Ja, dat dus, ja. Is. Maar zij zien meer Jezus als een profeet, maar waarom is hij dan gestorven? Snap je? Ja. Waarom is hij dan sterven aan het kruis? Voor hem is dat gewoon ergens. Bij ons is Jezus de steunpilaar van alles. Is alles valt of staat met Jezus. En eigenlijk met zijn dood. Hè? Met zijn dood. Maar het is dat, want daar gaat het om. Ja. Hij heeft de zonde overwonnen, heeft de dood overwonnen. En dat was bij mij ook. Ik heb er een jaar en een half om gedaan, dus ik ben nu 3 jaar met een Bijbelbeest, 5 jaar oud. Maar ik heb er een jaar en een half om gedaan om dat te snappen. Waarom dat zo belangrijk is, dat Jezus gestorven is aan het kruis en dat hij zo opstaat. En bij mij ook niet. En wat is het hele waar? Ja, dat hij heeft de dood overwonnen, zodat wij als mens ook de dood kunnen overwonnen. Ja, anders blijven we dat. En anders blijven we. Ja, dat vind ik wel een goeie. Ja, dan is het voor mij ook wel. Nee, ja. Ja, het is dat. Ja. Het is oké. Volgens christendom, jou, omdat we het hier over de dood dan vooral hebben, wat gebeurt er? Dus iemand, er hebben heel veel mensen iemand verloren, ja. Ik ben een man. Dus we hebben hier de laatste levensdagen, al niet met strijd en ziekten en pijn en noem maar op. En dan is de laatste adem wordt uitgeblazen en dan, wat gebeurt er dan? Ik wil dat allemaal doen. Ja, maar je moet het echt zeggen hoe jij het wil. Ja, maar volgens de Bijbel komt iedereen voor Jezus Christus staan. Dus als je sterft, ga je voor Jezus staan. En dan gaat Jezus. Maar God is het. Ja, is het goed. Jezus, God, Jezus en de Heilige Geest zijn eigenlijk één. Ja. Dus dan water kan ijs worden. Dat is een beetje hoe dat. Dus ze zijn eigenlijk één. Ja. Maar ze bestaan uit 3 delen. Okay. Dus dat water uit damp kan bestaan, uit ijs. Dat is het. Ja. Dus God is Jezus. Dus eigenlijk, God heeft eerst de wereld geschapen. Een beetje de mens laten doen. Ja. Ze zijn volledig verput. Ja. En dan is hij. Zelf, want Jezus is God, hè? Ja. Dus God is eigenlijk, en dat is ook zo in de voor mij, fenomenaal. Ja, God is op aarde. Ja, en dat is Jezus. En dat is Jezus. Ja. Je moet weten dat gewoon God die het wereld geschapen heeft, heeft hier rondgelopen tussen de mensen. Ja, ja, oké. Ik vind het jammer dat ik geen 2000 jaar geleden geleefd heb, want ik zou alles ontvangen om hem zo te zien. Ja. Mijn man trouwens vond Jezus schitterend dat het ook een rebel was. Mijn man is ook een rebelle, dus hij was echt heel pro-Jezus. Ja. En dat is ook zo, dat is natuurlijk altijd moeilijk vragen, wat gebeurt er? Ik weet, 2000% zeker, dat is veel, dat ik naar de hemel ga, dat ik Jezus voor mij ga zien, ik ga zeggen, dank u wel, dat voor mij zijn stroom, en ik kan een paar uur schenken, en ik weet dat ik bij hem ga zijn. Mm-hmm. En andere mensen die Jezus niet moeten hebben, die zeggen, ik moet niets van Jezus hebben, die gaan ook voor Jezus komen. Dat heb ik in de Bijbel, every knee will bow for Jesus, elk. Mens gaat ooit knielen en gaat erkennen dat Jezus Christus de koning van de wereld is. En, maar elk mens gaat voor Jezus komen en dan... Ja, dan gaat dan komt voor Jezus. En, ja, en dan, als je echt zegt... Door Jezus, want dat is ook in boeddhisme en zo, van je ziet dan uw leven. Dat staat ook niet in de Bijbel, dat staat wel, dat er voor Jezus gaat komen en dan... Ja, Jezus is streng en rechtvaardig, hè? Dus God is streng en rechtvaardig. Dus, en dan gaat God kent ook je hart. Hè? Dus God kent wat er in je hart leeft. En daarop gaat hij beslissen of dat je daar moet blijven of dat je niet moet blijven. Denk. En hij beslist dan en dan stel, wat zijn dan 3 mogelijkheden? Dus je gaat ofwel direct naar de hel, ofwel direct naar de hemel, of je moet wat gaan in het vagevuur, of wat is het zo, wat gaan bezingen, of gaan wat. Wat zijn dat is nu mijn woorden. Ja, dat is daar ook zo. Dat weet ik ook niet dat perfect in beeld staat, maar het is wel. Of van gaat naar de hemel? Want eigenlijk gaat het nog neer.
dat eigenlijk elke mens is zondig. Dus eigenlijk elke mens al naar de hel. Ja. Omdat hij zondig is. Ja. En dat hij afgescheiden is van God. En het is eigenlijk doorheen het leven de kans om het offer van Jezus te aanvaarden. Dus doorheen het leven heb je de kans om dat te aanvaarden, dat niet aan. Maar het zijn mensen die zeggen, oké, ik wil dat. Het is op zich niet moeilijk, je moet gewoon geloven dat hij is neergedaald en dat hij na 3 dagen heeft. Dus dat is eigenlijk gewoon. En als je dat gelooft, dan gaat hij naar de hemel voor altijd. Maar het zijn veel mensen die dat niet willen geloven, dat zijn weerstand op hem. En... Maar is dat ook niet voorwaardelijk? Want God is toch onvoorwaardelijke liefde? En of dat je dan nu... Ja, alleen. Dus of dat je dan nu gelooft of niet, omdat God liefde is, dat hij toch ook jou... Allee, als persoon hier op aarde toch graag ziet, ook al dat je dat hier nog niet gelooft. Nee, maar sowieso, God houdt van je. Dat is zo groot. Maar hij doet alles aan om naar u te trekken. Dus bijvoorbeeld zelf, mensen gaan naar je interview in kijken. En let op, hè, als je naar veel christelijke preachers gaat kijken, die gaan hetzelfde zijn als ik. Dus je gaat dat zien en dan gaat je kunt altijd beslissen. Daar gaat eigenlijk, God wil eigenlijk dat een keuze maakt. Is dat ofwel voor hem kiest, ofwel of niet voor hem kiest. Dat is lekker. En zij trouwt met hem, denk ik. Ja, hij heeft een keuze gemaakt om met u samen te zijn. Hè. Zou hij zo'n gewone robot geweest zijn, dat hij zegt, ah, moet mij nu graag zien, dan dat is niet oké. Okay, dus hij laat ons eigenlijk de keuze. Ik moet ook goed weten, in het paradijs van Adam en Eva was alles goed. Hè. Dus hij mocht alles, heel paradijs. Het was één boom van kennis en kwaad. En wat heeft de mens gedaan? Door de duivel, door de slang. Die heeft hen verleid, die heeft hen misleid. En dat is eigenlijk ook, de duivel is altijd is de meester in verleiding en misleiding. Ja, dus hij gaat altijd u verleiden. Bijvoorbeeld, ik ben nu getrouwd met mijn vrouw, een schone vrouw zou zijn. Hij zou ook niet echt zo sterk in mijn hoofd zijn. Hij zou ook zeggen, oh, misschien. Dus hij gaat je altijd verleiden. En dat is ook met andere zaken, hè, met gokken, met alcohol. Ja, je drinkt hiervan en gaat je beter voelen. Dus dat is, de duivel is de meeste misleiding en verleiding. Dus ook, we hebben ook, en dat is ook mooi, als Jezus hier op de aarde is gekomen, is hij ook hier verleid en misleid geweest. Maar hij is altijd hetzelfde. Dat is eigenlijk een beetje het doel dat wij ook moeten bereiken, maar wij falen daarin. Ja. Bij elk mens faalt vanuit zichzelf. Zijn op iemand anders, maar haalt ook het al. Zijn maar 1 miljoen euro, misschien wel 10 miljoen euro, of misschien dat. Dat is hoe je dat. Ja. Dat is ook zo, allee, volg je hart, volg je verlangens, wat ik daar juist zei, is van, je moet wel weten welke de juiste zijn. Ja. Want bijvoorbeeld, ik heb 10 relaties gehad, 10 verschillende vrouwen. En ik had, ik heb genoeg geleerd, ik ga naar de volgende vrouw. Dat was ook zo'n beetje, voor mij ook, waarom ben ik zo minder fan van de reïncarnatie? Omdat de minder... het moet goed zijn, maar dat... Het is zo van, als dit leven niet lukt, ik zal het wel in het volgende leven doen. En dat is een beetje met die relaties in mijn leven. Voor de rest van mijn leven ben ik getrouwd. Voor de rest van mijn leven, wat er gebeurt, kan ik niet schelen wat, maar wij samen blijven. Ja. Dus... Ten zeer mij niet wat gebeurt, hè. Nee. We blijven de rest van ons leven samen. Bam. En als je binnen een paar jaar dan eventueel toch een keer een mooie vrouw ziet, dan weet je, dat is de duivel, ik word hier verleid. Kom, ga je niet gaan kijken. Maar voor mij gaat het dan ook van, wat zet dan op spel? Tuurlijk. En er zijn overal, dat is altijd iets, hè, bij iedereen. Het zijn ook mooie mannen, dan kijk je, ook van, hè, maar... En voor mij ook meer om een keuze om beslissen. Ja, dat is ook zo. Als je alleen stopt met drinken, en je valt naar je huis daarmee. Maar dat was ook zo'n beslissing, want je moest gaan. En natuurlijk, dat. In die elkaar heb ik nog verleidingen gehad. Maar ik wist dat er consequenties waren. Ja. En ik had een wisting in het staan met mijn gezin. Ik wil weten dat ik mijn dochter of mijn zoon niet elke dag zou zien. Dat zou ik al bijna niet wel. Dus, misschien een moeilijke vraag, maar dat is het. Het is een stoute vraag. Maar ze komt op, dus mag ik ze stellen. Hè. Mm-hmm. Je weet dat aan kinderen... Ik heb dat misschien de vorige keer ook al gevraagd. Tja, dat komt weer op. Je weet, jij zult ook wel als puber misschien even wat afgezet hebben bij je ouders en zo. Jouw kinderen krijgen nu een prachtige christelijke opvoeding. Wat als, stel dat, door hun eigen identiteit te zoeken, dat ze zich...
er even tegen verzetten van, ja, maar ik wil het mijn eigen en ik heb een vriendinnetje die moslim is, ik zeg ze maar iets of noem maar op en ik wil ook, hoe ga je daar dan als daarmee omgaan? Oké, de goede vraag, ik vind dat natuurlijk niet alles van kan doen, maar mensen moeten ook hun eigen weg vinden. Ja. Dat is ook zo bijvoorbeeld dat je meer angst van mijn vrouw, ja, misschien gaan ze die eerst niet kennen, maar ik heb zoiets van, ja, wij gaan het goede voorbeeld geven, ja. Wij zijn er dagelijks mee bezig. Ja, wij kunnen niet meer doen dan op een bepaald moment. Ik zei, bij het weekend, dan kan opeens een van twee, ah, ik ja, maar ja, dat kan, hè. Maar dat is dan het verhaal. Tijdelijk, hè. Dan gaat meer naar het verhaal van de verloren zoon. Veel mensen kennen dat, dus een vader van twee kinderen, zal een erfenis krijgen. Die ene zoon is gewoon bij zijn papa gebleven. Dus die een keer de wereld gaan verkennen. En op een bepaald moment ja, is hij alles kwijt, heeft hij niets niet meer. En beslist hij om terug te keren naar zijn vader. Ik coach veel mensen, ik sta soms ook als, dan bij de, als de ouders zijn van de persoon die drinkt, dan zeg ik van hoe gaat het reageren? Hoe denkt dat de vader reageert? Ja. Hoe denkt dat hij reageert? Ah, ja, dus eigenlijk, wat doet hij? Hij zet het grootste feest op. Uh-huh. Want de verloren was er is terug voor maar die mensen gaan er niet aan plaats zijn. Hij gaat dan. Ja. En dat is eigenlijk een beetje een vergeving. God is ook van genade van hier. Ze zijn welkom. En bij mij is dat jezelf zelf als ze denken: ze gaan altijd welkom zijn. Wat als ze het doen. Uh-huh. Dus ja, dus, ja. Wel, maar dat is het verhaal. Dat is, ja, het moet zo, hè. Ja. Je moet dat eigenlijk, ja, een deuk krijgt, maar je moet ja. En de kutste, fout geweest. Ja, dus vader zegt dan, het is goed, we zijn welkom. Weer een heling, eigenlijk. Ja. 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 Voor mij is het wel belangrijk dat ik waarde mee krijg. Waar die ongekoppeld zijn, dat lukt ook niet altijd, maar dat is ook een deel van het leven dat ook wel moeilijk is. En iedereen heeft dat als koppel, absoluut. En de kinderen in hun opvoeding, praat je ook over de dood? De kinderen dood. Kunnen daar enorm vragen als ze dan in school op een juf of een kindje. Oh, ja, of, gewoon eerlijk reageren daarop, dus als ze zijn, dan, als ze dood zijn, persoon is bij ons in de kerk. Ja. We hebben dat ook uitgelegd. Hij is nu bij Jezus en zij snapt dat wel. Ja. Maar wij leren. En vraagt dan niet, wat is Jezus en ik zie die niet en wat is de hemel? Want kinderen kunnen heel terecht, wat wij zo de abstracte vragen stellen. Ja, maar misschien ook omdat wij ook heel veel vooruit kinderbijbel en wij lezen vooruit zo'n parabels en wij leggen allemaal uit wat dat is. Ik heb zo'n boekje, ja, je kent dat. Dus het verloren schaap is dan, dus dan 100 schapen zijn. En er is één schaapje dat weggaat, dan hangt de ziel maar, want het schaap is verloren. En dan komt de herder hè, om het schaap dat verloren was te gaan zoeken. En dat is ook zo, God. Hè. Dat is de, God gaat altijd gaan zoeken. Hij gaat nooit zijn kinderen in de steek laten. Dus hij gaat alles aan doen om ze terug naar u te trekken. En zij weet dat dan, ah ja, maar de herder is niet. Ja. Maar wij zijn er altijd mee bezig, ook hè, als kinderen, omdat. Allee, wij merken het al goed, ik had al God leren kennen, als het mijn vrouw leren kennen. Ze was zo iets minder bezig met God. Maar dan hebben we 3 jaar en half in samen beslissing genomen om naar de kerk al te gaan. En ik zei, hoe is het? Is gewoon zot veel van. Ja? Ja, massas. Ja, wij... Sinds dat je zo diepgelovig... Omdat ja, altijd zo, ja, als ik een punt heb en een idee en mijn vrouw heeft een punt en een idee, maar ze liggen haaks naast elkaar, wat moet je dan doen? Ja, en dan, samensmelten. Ja, als jij samensmelt, dus wij hebben God in het midden, en wij, ja, God is een vorm van eikpunt op dat moment, want ik ben van overtuigd dat jij het bent en zij is van overtuigd. Ze ja. Zijn vaak marriage takes three, dus dat God erbij is. Ja. En hij is ook als wij met problemen zitten, of als ik een idee heb, mijn vrouw een idee, dan wij dan bijbelstaan aan de Bijbel. Ah, dat is een idee. Ja, van jij is toch niet juist, maar wat zegt de Bijbel? Ah ja. Ik heb zeker zo dat Noah boven was, en ik heb ook een voelt zo, maar... Ja, genoeg naar...
opgevoed worden. Dus leren doen we ook niet. We vinden dat wel belangrijk, maar ik voel ook zo dat het een tweede was, dat het een groep op nummer 1, de zin op nummer 2 en weg staat er eigenlijk niet. Dus als de democratie naar weg gaat, ook al is soms moeilijk, ga ik toch altijd voor mijn gezin kiezen. Ja. Net zoals dat ik zag dat mijn vrouw niet altijd super content was in Gent. Ja, dan kies ik ook voor het gezin om te zijn, want oké, we gaan ergens anders gaan wonen. Ja, dus, maar zo, ja, het komt bij je beslissing. Ja. En dan is er ook van, dat ja, mijn vrouw heeft gepraat. Nee, alleen te zijn, wat dan zal ik alleen gaan. Hij zou hier ja. Maar oké, okay, met kinderen, hè, als ik kijk naar twee kinderen, die zijn hier, hebben ze. Dan mijn vrouw is een beetje haar habitat, Europees. Ze heeft meer tijd dan mij, ze heeft veel tijd. Want het is goed zijn dat je daar een week neemt. En ze is bijvoorbeeld op wat daar. En mijn dochter houdt ervan. Ze vindt dat leuk, ja. We waren nooit naar Centerparks geweest. Dus ja, we wonen nou, al op zijn vrij goed thuis was dat. En dan waren we naar Centerparks. Als hij toen al terugkwamen, dan zei het grote huis, ja, een klein huisje. Omdat we daar de hele tijd samen waren. En we moesten in Nederland te kruisen en dat was gewoon samen, heel de hele tijd. En, dus je ziet ook beslissingen in functie van ons kind. Van oké, wat willen zij, wat is het belangrijk voor hen? Ja. En dan inderdaad. Hey, God, wij trekken wel goed bij onze keuze. Van oké, is dat goed, is dat niet goed? En je krijgt dan het, alleen door in de Bijbel en te gaan kijken, zie je het antwoord. Of niet dat je het antwoord zo ineens. Ja, maar soms in de Bijbel is ook van de dingen ben dat ik wel moeilijk had om te leren aanvaarden. Ik was iemand die nou mijn gevoel volgde. Maar ik had volgens mij. Maar het moet wel zijn dat mijn gevoel. Nacht nalopen en al. Ja, ja. Dus lustig. Sorry, maar dat is allemaal zo'n beetje bij elkaar. Maar dat is zo. Ik volg mijn gevoel. En nu is dat wel zo, er staat ook in de Bijbel dat je gevoelens bedrieglijk kunnen zijn, dat je gevoelens niet altijd juist zijn. Ja. Dus ik wel ben, en nu ga ik de Bijbel erbij pakken. Allee, en bij mij is dat via mijn app, hè. Het is een app, je kunt dan een woordje intikken, dan komen de Bijbelteksten. En dan kijk ik van oké, is dat juist dat goed of is dat bedrieglijk? En dan ga ik daar bijvoorbeeld dan ook, soms word ik enorm enthousiast, ja. Was toch wel een punt dat we het al twee voelen. Dan, dan voelen. Maar we toetsen dat ook af. Hè. Dus, ja. Dat is eigenlijk de moeilijkheid de laatste 3 jaar is van het onderscheid weer maken tussen wat jij hebt en jij is een bewoner. Dat gaat voor mij even moeilijk zijn. Hier op aarde altijd, hè? Toch? Ja, het is zoveel mogelijk. Voilà, maar het is ook vroeger, hè? Leiding. Ja. Dus nu op ja. En toch gebeuren zo erge dingen. Ook, hè, de oudheid. Ik gisteren bij het, allee, het is totaal iets anders. Het is heel oud van, wat was het, met koning Herodes of zo, dat al die kinderen vermoord werden. Dat, ja. omdat Jezus, omdat hij hoort dat er iemand, een wezentje geboren was die ja. Dat overheerst en over. En al de kinderen, zonen, onder de 2 jaar moesten vermoord worden. Ja. Maar Jozef en Maria waren dan gevlucht naar Egypte of zo. Of, allee, maar dan denk ik van, wat een vreemde tijd. Ja, dat is wel een fase. Ja? Ik ben dan een theoloog. Okay. Ik ben meer van, ik weet dat het ontstaat. Zal ik geen vrouw ook, hè? Okay. Maar zij gaat dan niet verwerken, maar dat is ook wel eigen dus, ja. Maar weet je hoe dat hoe erg is dat? Gewoon in een heel land. De zonen onder de 2 jaar gaan uitmoorden. Ja, en die mensen die dat dan als opdracht moeten uitvoeren. En terwijl dat daar... Ja, ik vind dat... Ik kan dat niet bij. Nee, dat was een opdracht van de koning. Dat was de koning, ja. Maar het is dat... De angststap van Jezus die geboren werd. Wat is dat? Dus alleen maar te zeggen. Nee. Nee, maar dat is echt... Kijk in de wereld mensen die verschillend zijn. Ik kijk niet naar die. Van wie dan die toch.
langs een vader die twee kinderen vermoord heeft. Hè? Ja, ja, ja. Ja, wel, maar elke mens kan het ergens zien. Hè? Als je ergens zo op die grenzen hebt, dan is hij bang, angst, doen wij soms zotte dingen. Hè? En... Wel, maar dan in die visie van reïncarnatie is dat zo. Zo'n oudermoord bijvoorbeeld, is dat, dat die dat als zielen hebben afgesproken. Hè? Er is heel veel liefde van als ze daar komen. En daar spreken die dan wel van, hoe zou dat voelen? Nu echt zo een vader die zijn kinderen... Ah, willen, en dan kiezen die daar om hier dat leven te komen leiden, om dat hier eens te ervaren. Dus het is eigenlijk vanuit de hemel gekozen om dat hier te ervaren. En dan... Ik ga wel nog een keer, dan kan ik het meest snappen dat de mens tot zoiets in staat is, omdat het daar afgesproken is. Maar bij mij is het meer, ik kijk daar naar iedereen, ik kan snappen is op dat. Ik voel dat ik heel veel verwachting van mensen. Omdat ik dacht, de mensen het beste maken, hoe mensen kunnen elkaar dingen. Maar als je in mijn leven dat is, dan moet je mensen heel veel denken. En dat is ook, mensen zijn in staat tot zo'n ding, om dat hier te doen. En daar moet ik mij, ikzelf ook mijn verwachting, het gevoel waar 100% van mensen en nu dan 500%. En als er zo'n ding gebeurt, dan denk ik eerst dat ik dan denk, ja, onderwezen. Ja, mensen ja. Echt foute dingen. Ja, maar je hebt ook mensen die mooie dingen doen, hè? Natuurlijk, ja. He? Natuurlijk, ja. Het, ja, hè, zo. Je hebt veel mensen die ook schoon dingen doen, ja. Erg, maar ja. Dat is ook... Terwijl ze ook zondag geboren zijn, volgens jullie dan. Ja. Visie, maar lijkt je heel mooie dingen. Ja, doen. Maar hebt de intenties zijn anders, hè. Mijn, ik ben goed altijd een zonder mens, maar mijn intenties zijn niet tegen ja. Mensen helpen mij ook voor problemen. Geen verstaan, dat is een oorlog van rekening en daar. Maar ja, dan blijf ik ook daarom. Ik doe twee weken kwaad worden op mijn vrouw. Ik had dan zo'n tijd naar je boven daar, hè. Omdat, ja, omdat ja, mensen als mensen de grens laten gaan. Ja, ja, ja. Maar soms ja, dan komt er zo'n iets naar boven komen, ja, dat er niet zo wezen om het niet meer kwaad. En hoe ga jij er dan mee op, weten dat God en de Bijbel, en ga je dan, je schiet dan uit je krammen, en dan, hoe voelt dat dan? Voel je dan schuldig, zonder, ga je dan... Nee, maar... Ja, maar het is niet dat ik zo ben gemaakt, dus blijf ik ook een mens. Hey, ik doe ook veel. Ja. Maar doe dat. Veel doen goed gezin. Ook voor de kinderen. Zeg bij onszelf een deel daarbij weg. Ja. En het algemeen. Ik kan het daar. Maar soms zijn er momenten. Dan meer weg en dan. Ja, dus denk ik dat. Hoe ging ik gaan drinken? Ik was aan de kant. Ik zie niet meer. Ik zie niet meer. Ja, het is hier, hè? Nee. Ja, nee, maar vroeger zo meer van. Ik voel me niet goed gaan drinken of zo. Terwijl nu, maar nu, ja, in het algemeen blijf ik veel rustig. Ik ben rustig, maar zo. Ik ben veel rustig en niet kwaad. Ja, niet zo rustig op dat moment, weet je niet meer. Maar vaak ook als ik kwaad doe, dat mijn vrouw dingen zegt, dan haak ik mij vaak. En ga ik even alleen gaan wandelen of zo. Ja, en, ja, en dan ook een beetje spelen naar christelijke muziek. En dan een beetje nadenken of ik naar een dominee bel. Dat zijn ook, dat is ook zo. Een van de zaken in het christelijk geloof is ook als we naar de kerk kwamen. Dan die super, die waren super vriendelijk, gastvrij. En ik ook het eerste jaar dat we een dominee en zijn vrouw leren kennen. Dat was waar, maar kom maar af. En dat is altijd, maar moet je blijven leven. Nou, ah, dat doe ik wel. Ja. Maar zo. Met alle christenen. Ja. Ik had toch een probleem met Facebook. Ik had naar iemand gebeld. Die zei, IT, onmiddellijk in de 20 minuten. Hij had het eigenlijk niet kunnen oplossen. Maar onmiddellijk. Ja, die hulp. En ik kan het dat doen. Dat is te nodig. Dus wij zijn ook een kleine kerk. Dus we zitten misschien met 30 leden of zo. Allee, alles samen. En zo. Ik denk ook misschien met 50. Maar wij zijn zo heel familiaal. En ook, ja, wij zien elkaar wekelijks. We zijn er een probleem. Soms hebben mensen. Geen woord, misschien financieel, en dan kan ik soms misschien iets meer doen, of als ik dan hulp doe, dan met veel kan bij doen, en we proberen elkaar een beetje te helpen. En, dat is mooi, hè? Wat is ook, ja. Want, ja. Dat vind ik wel mooi. Een vraag dat ik van iedereen stel,
mijn aanbod, wat ik hiermee doe, heet Doodgelukkig. En dat is een woord dat niet bestaat vandaag. Gaat dat niet? Nee, gelukkig. Wat zegt dat? Wat denk je dat ik dat niet bedoel? Met, ik heb dat doorgegeven naar yoga. Doodgelukkig. Wat doet dat woord met jou? Wat zit daarin? Ja. Nou, voor mij is dat vooral dat dood ligt aanvaard. Hè. Is dat dood bij het leven ook hoort. Hè. Dus, en dat je kunt aanvaarden als je dat nieuw kunt laten gaan. Hè. Dat moet je ook daarbij voelen. Ja, en dan hoe dat ik het bedoeld heb, is dat die ziel die naar huis gaat, naar de hemel, naar God, dat die gelukkig is. Hè. Want die is terug bij God, om het in jouw termen dan te zeggen. Mm. En die ziel, die een en al liefde is, die wil niks liever dan zijn nabestaanden die achterlaat, dat die toch ook weer iets maken van hun leven, alleen, zonder de man of de vrouw of de kinderen, en dat die ook weer gelukkig zijn. Ja, dat zit daar eigenlijk in. Dat is een kerngevoel. Bijna. Wij aanvaarden, we hebben allee, en ook alleen, dat is nog niet wat heel succes en aanzien dat eigenlijk ook allemaal niet zo belangrijk is. En als we ooit gedaan hebben, vriend, vrienden, dan wel echt een vries gewoon. Is dat lang om te lezen? Wil je dat eventueel door? Dat is een uur lezen. Want anders zou ik hier de link of zo naar de rest van dat moet je hebt niet vertrouwen. Is dat over het geloof? Ja, de Bijbel. Dus ja, maar ik doe dat ook alleen. Het is al zo Noah. Ik vind mijn tijd voor van alles. Dus toen was ik me veel aan het doen. Maar nu probeer ik ook met zijn samen met vrouw. En, allee, maar ik wil die prediken. Ik wil hem wel. Ik heb er interesse in. Wat moet ik dan doen om dat te lezen? Maar je kunt gewoon de Bijbel-app op je gsm daar. Of, dan kun je dat gewoon invullen. Maar het gaat gewoon om feit is van inderdaad. Je moet leren aanvaarden dat ook alles hier op leven eigenlijk is vluchtig te zijn. Hoor. Wacht, wat zijn ze in de Bijbel? Ook dat is een vingerknip. Hier op aarde leven is een vingerknip verweegd met de eeuwigheid. Maar zeg, we zijn veel te veel bezig. Ik praat over mensen in België. Hè, die ook, want ik heb ook in het land. Het kwam gisteren mensen tegen die een Taliban gezien hebben. Daar bidden de mensen gewoon op straat. Hè, gewoon bidden, dat is de doodnormaalste zaak. Maar hier is dat allemaal niet zo normaal. Hè? We zitten nu in Qatar. Ja. En we hebben enorm veel commentaar op de manier waarop we de cultuur zullen. En wij zijn die cultuur. Wel... Maar dan vind ik ook dat Qatar zoiets zoals 2K, daar al, dat het er toch niet, dat het niet een goede match is. Hè? Maar boos niet. Ja, dus de media. China, Kijk, hoe is een kilo? Er is zoveel ander nieuws. Hè? Vandaar dat ik dan op mijn manier doe. En ik kreeg gisteren nog die vraag: van, wat zou je doen als je de lotto zou winnen? Zou je hetzelfde doen of iets anders? Helemaal hetzelfde, alles hetzelfde. Maar misschien zou ik een internationaal ander nieuwsplatform. Echt, er is. Dat is zo mijn drang van de mensen anders te informeren. Ja, maar de mensen... Met andere informatie, ja, hier mens, ook is. Maar de mensen... Ja, maar dat zijn dan de mensen die niet zo spiritueel ontwikkeld zijn. Ja, die kijken zo. Ik ben alcoholvrij mens. En we zitten inmiddels met 15 man, met 200 man. Hè, dat de mensen met spiritualiteit of zo. Mensen... Allee, zijn eigenlijk zo vol van zombies, hè? Maar dan gisteren, ik zette dan tv even aan, omdat ik iets, ik weet niet wat, wou opzoeken. En dan ineens zag ik die beelden. Dus België heeft verloren en Marokko gewonnen. Maar hoeveel amok en vernieling. En in plaats van te feesten,
Marokkanen, dan snapte ik het ook. Ik dacht, is dat dan voetbal? En is dat dan... Ja, ik snap het, maar bon, dat is een oordeel zeker. Ja, maar hoe zeg, zotte raam bij de tour, terwijl er gewoon niets aan de hand was, dan zou ik meestal de politie te gaan afstoten. Ja, dat is ook goed. Ik ben, het is niets anders, maar ik ben heel kritisch met de media. Hoor. Ja, ja. Ik ook wel zeggen. Ik ook hoor. Maar ja, ik wil er niet samenwerken, dus ik heb ook doodgelukkig wat ik hier doe, en ik laat weten. Dus we zien niet wel hebben dat er dat er kan ontstaan. Want het, is niet door, het is niet door zo tegenover hun te staan dat iets. Dat we, ja, inderdaad. Ja, dat we dan in de in de en zo. Hoe staan jullie daar dan? Wat is dan dan? Maar je mocht het weer leggen, want ik denk dat er inderdaad veel. Veel goede dingen. Goede dingen. Ja. Maar vandaag is dat ook meer of een natuurlijk moment. Fantastisch mensen in mijn pad komen. Maar kijk, mijn pad komen die merkt, die mij niet zo leuk vinden. Ja, ja. Dus meer van mensen doen foute dingen. Toch heb je inderdaad mensen, die goede dingen. Ja, maar voor mij kan wel. Niet, want jullie geloven toch in het wat je zaait, oogst, hè? Ja, dat was, dat is niet karma ook. Ja, maar hoor, zaaien op goede grond, dan heb je dat ding. Maar als je overal zaait, dan gaat altijd mensen hem die... Maar de goede grond is dan het de spirituele ontwikkeling, hè? Ja. Of dat het nu het christelijke... Maar karma is, ja, het is, maar... Ik geloof ook als je ook... Je kunt niet een goede ding doen, maar het lukt een ding, korte ding op het pad doen, hè? Ja. Dus ja, ik geloof dat. Ja. Ja. Nee, dat was goed meer zo met dat. Goed proberen uit te hebben. Altijd weer zweven. En nu is het. Nee, het is toch een boompacht. Ah ja, het kan wel. Allee, is dat ook een moeilijk is het niet. Het is niet zo. Ik vind soms. Dat is ook een groot van, ah ja, ook in mijn eigen pijn, maar ze kunnen die pijn niet meer voelen. En dan doen ze al hun water, is allemaal oké. Ja, nee, dat is niet oké. Dat is een feit. Dat klopt niet, want we zijn de mensen, het gevoelt u, absoluut. Ik zeg altijd, wat dat goed voelt, wil ik zeggen, maar ook wat dat slecht voelt, zegt u iets. Hè? Ja. Wegsteken, maar er iets mee doen, doorvoeren en er iets mee doen. Oké, en dan bijvoorbeeld ook in spiritualiteit of eerder in persoonlijke ontwikkeling hebben we dan zo al leven volgens de natuurwetten. Hè? Dus het dan nu enorm in dat iedereen dat ontdekt, de wet van aantrekking en de wet van resonantie en de wet van overvloed. En soms vraag ik me af, wat komt daar niet, allee, alles wat het nu, want het de wereld is aan het veranderen. Hè? Ik bedoel, heel veel meer mensen worden bewust. En zeker bij de coaches en de ondernemers. Overvloed. En je kunt verdienen wat je wilt. Maar je moet erin geloven. En, je moet, hè? En soms vraag ik me af. Al die informatie die zij gebruiken. Komt dan niet inderdaad van de bron. Want... Maar anders verpakt dan. Hè? Zo, weet je? Bewust, gewoon bewust. Eén zak, hè. Allee, het is totaal niet. Ah, we gaan toe. Het is veel meer licht in de wereld. De wereld wordt enkel maar duister. Dat is gewoon een feit. De wereld wordt duister. Het is niet gewacht. Het wordt duister. En de wet zal er aflopen, maar dat klinkt zeer onheilspellend. Want nee, er zijn er ook die zeggen, de mensheid gaat verdwijnen. Ja, verdwijnen. Dus... We zijn elkaar wat kapot maken. We zijn de wereld, de aarde.
kapot maken. Maar, nog met een astrologische gepraat die zegt van de mensheid gaat stil aan het kwijlen. Onlangs openbaring en daar is zoveel van in de wereld gaat gebeuren. Daar is dat een donkere helft. Dat er dan een antichrist gaat komen, hè? Ja. Het nummer van de beest en zo, misschien kennen we dat bijvoorbeeld. Ja. Moeilijk om dat even in te nemen. Maar de wereld gaat donkerder en donkerder en dan gaat er wat naar een soort antichrist komen. Maar dan gaat het natuurlijk als iets ja. En dan gaat het heel zwaar drukken en dan gaat het niet terugkomen. Dus mijn broer die is heel gelovig, is vandaar dat ik veel naar hem ben gegaan. En ik zie mijn broer veel, dus we hebben heel veel dergelijke gesprekken. Maar eerst, zoiets weer terugkomen en dan gaat hij duizend. Dat is dan toch weer een kanaal? Nee, dat is ook een kanaal. Dus we komen om van te dat weet je niet, maar volgens de Bijbel, dat is ook niet vrij moeilijk voor veel mensen. Ja. Maar volgens de Bijbel de wereld hè, waarin dat wij leven nog maar 6000 jaar. En 1 miljoen jaar. Dus dat 6000 jaar had 6000 jaar in Gods wereld schapen. Na 2000 jaar, dus 4000 jaar, nu is de ark van Noah geweest. Ja. 2000 jaar later is Jezus gekomen. En nu zijn we weer 2000 jaar verder. Dus op zich, wanneer gaat de eeuwigheid? Dus ze zijn altijd. Dat is een bepaalde mensen gaan zien worden als een leugen en de leugen van de waarheid. Ja. En dat is die heel. Vandaar dat je nog meer draait. Ja, dat is het. En ook dan de elite, we hebben er ook al over gehoord, hebben zeker over de elite en de kabal. Is dat dan niet die duivel of die antichrist? Omdat je nog steeds weet, dat je een bloedlijn hebt. Of twee bloed, dat is een bloedlijn. Dus de ene bloedlijn is Jezus gekomen en die andere bloedlijn is verder gaan. Maar ik zei dat niet meer. Toch niet? Zoals ik dat het was. Ik weet niet meer wie dat is. Maar ik geloof daar, maar ik geloof daar natuurlijk in. Dat we dat ook gereageerd en al de ronde. Maar op zich. De groep is altijd maar groot. Maar op zich ook. Ik ben er allemaal niet mee bezig. Nee, want ik ook niet. En ik heb al veel te geprikt op mensen. Op Instagram is dat wij gaan met die vrouw, wij gaan met die vrouw. Nee, veel mensen denken, ik ga de wereld mooier maken dan ik kan. Want de wereld is zo dark. Kijk gewoon naar ons. De wereld is met heel de corona. Dat is evil. En je kunt daar iets aan doen. En ik heb veel video's gemaakt, moest gewoon iets leren kennen. Je moet dat leren ervaren. Als zien op een dag dat hij dan terugkomt, dan is het nog sterven. Kan nog 100 jaar. Ja. Maar je kunt dat niet winnen. En dan doe ik de rest van de omdat het is goed zijn doen. Maar ik wil dat. En dan gaat het al omdat je onze gedachten hebben kracht. Maar hoe kun je mensen bijna doodmaken ook, hè? Kun je mensen dat van de kracht van het woord. Ja, dat kan negatief. Maar dus, allemaal het woord heeft ook veel kracht. Hè. En dan is er ook de weg van. Ja. Ik heb ook allemaal nog bestudeerd. Ja. Maar ik wil altijd. Dat je het voelen is daar heel belangrijk bij. Hè? Je moet het voelen dat je het al hebt, maar, ook al heb je het nog niet, nee, en dan kan het komen, nee, want het is er al. Nee, maar zo. Maar dat is eigenlijk voor mij gaat het feit is van, het is God die gaat beslissen wat gaat gebeuren. Ja. Het is God zijn wil. Ja. En het is niet uw eigen wil. En dat is ook voor mij de moeilijke. En ik, allee, ben ik niet. Ik kan niet naar je audit, alles kunnen. Maar ik heb nooit zo naar de next level kunnen gaan. Met al meer te doen. Ja. Dat is altijd, ja. En dankbaar. Nee, dank. Maar dat is omdat ik met mijn televisieplatform, gaan we erin en dat is ook, ja. Maar dat is omdat God je beter kent dan jezelf. Ik voor dat hij nodig hebt. En daarom beveelt hij met. Het is allemaal dualistisch. Ja. Ik ga
Ik zit daar ook zo. Ik heb zoiets van, oké, je kunt je doelen, want we zijn ondernemer, we hebben een bedrijf runnen. Ja, je kunt je doelen zetten en je kunt daarnaar werken, maar ook accepteren als het niet zo is. En daar zitten veel mensen inderdaad in de stress. En, die zijn vaak ook heel gefrustreerd. Mm-hmm. Want soms... Ja. Ik moet beter mijn best. Ik moet dit, maar het gaat niet om het. Ja. Dat was het. Ja. Nee. Ik denk compleet heel veel mensen tegen zal zijn. En zeggen, de hoop van de ene relatie naar de andere. Ik heb dat ook gedaan. Ja. En omdat... Ik krijg nu moet naar de volgende. Ah ja, ik voel dat hier dat... Terwijl... beter worden. En dat is ook zo. Het is vrij individualistisch. Ja. Maar wat je zegt, iemand, ik weet niet of het jou was, of een andere evangelist of prediker, zij had die bezig gehoord en zei van, nee, ik ben niet akkoord. Hè. Ik heb er zo lang, 50 of zoiets, binnen 50, ik heb er zo lang over gedaan om eindelijk mezelf te accepteren en te accepteren dat alle kracht in mij zit en ook het goddelijke. Ja. En dan ineens, als ik die bezig hoorde, maar ik weet niet meer wie dat was, maar ze zullen het zelf vertellen, wat jij, dan is het ineens van, dan ben ik weer mijn kracht kwijt. Dus zij zag dat eerder niet zo van, ik kan hier belasten, maar mijn eigen kracht en geloven in mijn eigen kracht, en dat ik zelf heel veel kan, ja, vanuit dat goddelijke dan, kan realiseren en dan moet ik dat weer afgeven. Dat was haar, haar gevoel daarbij. Ja. Ik geloof dat je dingen kunt, maar ik geloof ook dat de kracht ook komt van God ook. Maar dat is ook zo waar. Ja, mensen, dat moet het niet erg. De wereld ook komt van controle. Ja. Want ik heb me voor boven, wees opstaan, kun je bewegen. Of mensen door en dan moet je ook. En ook de dood, hè? Je hebt geen controle over wanneer dat we gaan stellen. Ik persoonlijk heb geen, door ook wat ik met Wim heb meegemaakt en dan wat ik nu doe en zo, ik heb absoluut geen controle, alleen geen angst om te sterven. Mm. Ik zal sterven wanneer dat het voorzien is om te sterven, dat is mijn ding. En zoveel mogelijk van mijn leven, dit doen, dat vervult mij, dat geeft mij een vervulling tot een, je weet, ik drink wel graag een glaasje wijn, hè. Dus, maar ik ben daar heel bewust, ik doe dat heel bewust. Maar op zich, mijn bijbel, mensen die weten, dus dat, vaak zeggen ze ook, je praat over wijn in de bijbel, maar dat bedoelt eigenlijk drijfstap mee. Heb je gistwijn en ongegist wijn, maar op zich staat in de bijbel dat je mag drinken, maar het gaat ook om een grens. Ga veel bijbelteksten over alcohol gaan in het feit, dus laat u niet betwalmen. Ja. Dan moet je drinken, maar het is niet goed. Mijn broer spreekt ook heel veel van de duif, maar dat geeft mij angst. Ik denk, is er van, allee, die duif, hoe zie jij dat dan? Wat is de duif? Ja, oké, de verleiding, dat snap ik, dat is verleiding. Dat is een woord dat ik wel accepteer, maar zo de duivel. En ook als kind, weet ik, als ik zo die... Bijbelstudies en zo had, die duivel, daar heb je toch wel veel angst van. Zo, hè? En dat toch wel ook in dat geloof, ook al de mensen klein, vroeger, hè, heel veel vroeger, dat zo door het de duivel te veel te citeren en zo, dat mensen daar nog heel veel in angst zaten. Ja, dus op zich is het niet slecht om soms van angst te hebben, maar het is natuurlijk zien in welke mate. Het is goed als je angst heeft. Dat is een beetje vervelend. Ja, ik geloof ook in een bijbel, maar ik zie dat niet zo als dat zo. Het is meer voor mij inderdaad. Die kleine dingen, die misleidingen, die verleidingen. Maar het staat ook letterlijk in de bijbel dat de bijbel regeert op aarde. Dus dat is gewoon. Je ziet ook een keer de prioriteit, hè, maar is dat anders in het internationaal? Waar die mensen ook naar Libanon waren. Dus wat zijn de weten? Broer, die een vent werd in België, ze moest niet ooit. En in Zweden, bij het eerste kind, 400 dagen, ons koppel congé. Wauw, meer dan een jaar. Ja, meer dan een jaar. Ze moesten dus een paal op. Maar wat? Nee,
Ofwel 200 voor de moeder. Ze mogen daar verdelen, maar dat is het feit dat het gebaat is verveld. De overheid, veel verval. Misschien zitten er wel een paar duivels. Eigenlijk wordt het heel opgericht om het gezin zo zwak mogelijk te maken. Ja. Om dan de moeders niet te gaan werken, het moet veel werken, het moet als boerwerk in Rietrijden, want ze hebben 100 miljoen aan Oekraïne, waar daar een zak mee zijn. En dat zijn allemaal... ook op die verdeeldheid. Ja, dat is allemaal waar. Voor mij is dat ook een beetje. De moeders de lange tijd en de kinderen, een man zou daar moeten werken, dan ja, zou het niet goed. Ja, goed, ja. En dat zijn niet altijd. Het is tegen, het wordt misselijk van mensen die hoe huwelijk hebben. Ze helpen proberen dingen te plaatsen. Maar als jij zegt duivel, hij, zie jij dan een persoon? Zie jij dan een. Of wat? Ik zie dan meer als. Ja. Ja, want soms God, sommige gelovigen zien ook God als een persoon, maar hier heb jij nu wel eens zo goed gezegd, dat is dan de persoon Jezus eigenlijk. Hè? Dus ja, maar God is voor mij ook wel een persoon, maar je moet weten, de mens in het evenbeeld van God. Moet ik zeggen, dat is Jezus. Dat is een persoonlijke wat. Ja, dat snap ik. Maar ik zie God ook wel, want hij moet, eerste hoofdstuk. Hij is een evenbeeld, hij heeft ons geschapen. Dus hij moet ook een persoonlijk zijn. Ja. Maar hoe je niet wandelt, wetenschappelijk al bewezen is. Hij heeft van alles gedaan, ik moet zeggen dat hij mensen uit de dood gehaald moet. Ja. Dus, daar moet je nog een keer iets meer over vertellen, hoe dat hij opgestaan is. Zo, van mensen die andergelovig zijn, of zo. Hoe verklaar jij dan dus die opstanding? Zo, na drie dagen, of was het zeker? Weken. Hij heeft altijd de waarheid verteld. Nooit. Hij moet dat goed voorstellen. We hebben mensen en aan het kruis gaan. Dus we moeten al niet. Die mensen staan daar nog. En dan willen ze weer starten. Dat is het. En de mensen gaan niet. De mensen gaan niet gaan. Maar Jezus had de waarheid gesproken. Wat waarom is hij aan het kruis gaan? Zo is echt voor godslastering. Omdat hij zei dat hij God was. Ja. Dus. Op zijn doen, kroon en weet ik wat. En dan hebben ze gekregen. En dat was ook een stap tussen twee mensen. Ja. Ja, het is eigenlijk een dominee en eigenlijk iemand die speelde, iemand die stal. Ja. Maar eigenlijk, een dominee geloofde niet dat Jezus was, maar degene die die stal. Ja, de slechte dominee. Deze Jezus. Dan is hij gestorven en wij staan in die rots daar. Dat is een stenenvogel. En dan heb je de steen weg. En die heeft nog 40 dagen rond van de aarde. Ja, ja, ja. Vandaar die 40. Ja, ja. En dan. Zichtbaar dan. Ja, zichtbaar. Ja. En dan hebben we Thomas, die wacht. Dat is ongelooflijk. Ja, dat is ongelooflijk. Ik heb hem ook nog gevraagd. Bij zijn vader, bij God vader. Ja. Dus hij is u daar. En ja, hoe dat je dan. Ja, dat weet ik. Maar zijn dat ik wist van, ah ja, maar Jezus, God kan alles. Ja. God heeft de wereld schapen. Daar, die heel wereldschap. Ja. Dus ja, als je dat kunt, dan kunnen alles. Amai.
Interessant. Ik wil nog uren doorgaan. We gaan misschien de volgende keer of bij uw vrouw of zo. Zijn er dingen daarna, en dan afsluiten met u voorstellen en waar dan mensen nu kunnen vinden en zo. Heb ik eventueel iets niet gevraagd aan jij rond het thema dood, leven en dood, dat ik niet jou gevraagd heb, dat jij het vindt vanuit jouw geloof? Ik ben tot gisteren omkomen en ik voel dat dat mij heel veel rust heeft gebracht en mij heel goed heeft gebracht. Maar elke mens gaat sowieso door een zoektocht gaan. Hè. En dat is ook door die zoektocht gaan. En voel ook, waar dat ze mee resoneren. Hè, wat het voelt. Ja. En ook wel, ik geloof gewoon niet echt in de hand. Dus ik geloof daar niet in. Omdat mijn vrouw zo, ik spreek geen verhaal in, dat is een probleem. En ik weet nog dat moet je dat was in de video dat zat op, ik werd er misselijk van, echt. Dat was de kerel die effectief in de hel is geweest en die is teruggekomen. Ah ja, ik heb inderdaad, want ik heb hier ook iemand in gesproken met een bijna doodervaring. En als je over bijna doodervaringen leest, dan is de hemel dan gezien, maar ook mensen die de hel hebben gezien. Ja, die heel Bill White. We zijn 20 minuten naar in de hel geweest. En hoe schrijf je dat, Bill? Ik had daar massa's weer en hij is niet waar, is niet waar. Maar toen ik naar die video keek, toen ik kwam, begin te zeggen van oké, dat bestaat eigenlijk. Ik ga zeggen, ik praat hier niet veel over de hel, omdat dat niet zo tof is om over te praten. Maar als mensen mij veel aan het delen, op Facebook of zijn, dat ik zot ben of dat ik geloof ben dat het niet meer gaat, dan stuur dat ze wel soms een keer zo durven zijn van, als je er niets aan doet, ga je wel in de hel. Want ik moet wel zeggen, als je zo'n zin zegt, wat dat mijn vrouw bij mij gedaan, ik doe dat meestal niet. Maar ik heb het niet goed gezegd. En daarom ook zelf, los van het feit dat ik er toen in geloofde, wat ik die piste ook wel onderzoek van de keer. En ben dan eigenlijk wel een tijdje gaan opzoeken van oké, bestaat er niet inderdaad zo'n mensen die ik doe. En toen was het bij mij een keuze. En hij is eruit geraakt. Hij is teruggegaan. Door wat? Nou, dat weet ik niet, maar je moet kiezen. Maar het ging eigenlijk om het feit, hij is eigenlijk, omdat ook veel mensen geloven daar niet in. Uh-huh. Maar hij zei van kijk, ik heb het meegemaakt. En dat was bij mij ook van oké. En top ook, hè, je moet dat niet onderschatten. In Europa, wij zijn een zeer niet-gelovige continent. Hè. In heel veel andere landen zijn mensen enorm gelovig. Ja. Dus wij zien dat allemaal als Amerika. De meeste mensen die wij kennen, die zijn veel zendelingen. Dus Amerikanen die naar hier zijn komen om kerken op te staan. Ja. Dus ook het feit, als je daarover nadenkt, er zijn mensen in Amerika wonen, die daar eigenlijk al zijn wat ze moeten hebben, en ze verlaten het kopen hun huis om hier een kerk op, of wat moet je echt vol zijn, of wat moet je echt in iets geloven. En dat is ook zo. En dat is niet, we hebben hier al vijf mensen leren kennen. Dat is dan denk ik net een landplaat. Vanuit wordt het dan bestuurd dat die opdracht krijgt? Ze bidden daarvoor en dan voelen zij, want zij zijn ook, want we kennen verschillende christenen en zendelingen. En de meeste zendelingen zijn dat België van de moeilijkste landen is waar ze ooit werken. Omdat Baan echt enorm totaal niet ruim denkt. Zijn in Nederland, ik weet niet of dat weet, maar Nederland en de wereld protestant gebeuren. Dat is een beslissing die is, want omdat de katholieken zeer angstgericht is van mocht je dat. Ja. Terwijl, als wij naar de kerk is hij van ons bevrijd. Hij van bevrijd van het is niet zo angstgerelateerd. Dat is ook zo. Op zich moet dan bevrijden. Maar je kunt wel het net aan. Maar mensen moeten het knoet uit. Hij leest een boek en haalt uit wat hij wilt. Dat is juist eigenlijk van de wet van de aard. Die vrouwen die touwt zien, ja. En dan gaat dat. Ja, 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 ja.
En dan wil ik toch nog, omdat we het hier over hebben, en dan ja, mensen die niet, die inderdaad hier in België die niet zo gelovig zijn, die dan ook de Vaticaan en dus alle ja, misbruiken ja, en zo. Ja. Maar bij mij was dat juist hetzelfde. Bij mij was dat juist hetzelfde. Want katholieke kerk in het eerste kan dat en dan die pastoor die mensen kijken. Maar kijk, maar dat komt ook voor. Hey, moet je horen, er zijn mensen en dingen nodig. Ja. Waarom? Nergens in de Bijbel, nergens. Was alleen moeten blijven. Het is niet nodig. Ja, ja heel het Vaticaan. Ja, dat is eigenlijk. Ja, dat is niet de juiste leer eigenlijk. Hè. Dus, maar dus inderdaad, bij mij was ook katholiek. Wow, wow, wow. Maar dan. Ja, wij oordeelden over iets dat we niet kennen. Ja. Ik bedoel, ik kan niet van die volledigheid lezen. En ben al 3 jaar mee bezig. Ja, dat is echt helemaal. Of kun je hem ook goed lezen zonder dat je begrijpt? Ja, het is oude taal. Moeilijk te lezen. Ja, oké, maar vandaag de Bijbel in gewone taal, dus je kunt dat goed lezen. Dus je moet altijd wel begrijpen naar de vertaling en zo. Maar op zich kun je gewoon de Bijbel lezen. Dus wat ik meestal doe, is gewoon op mijn koptelefoon en hij speelt dat vanzelf af en je luistert en lezen tegelijkertijd. Maar nee, maar inderdaad, veel mensen hebben weerstand op katholieken en terecht. Ja. Want dat is niet het juiste. Nee, stel dat ik een boek nu gestopt met drinken. Ik zit nu nog op café en dan moet ik bij mij. Moet ik jou? Dat komt niet. Maar luister je dan naar de pauze en zo? Nee. Nee, want dat is totaal niet. Dat klopt niet. Dat is vol. Alleen, je hebt je eigen. Allee. Maar nee, omdat de pauze zei ook dingen niet klopt. Voor ons Bijbel. Ook niet wat dat ze zijn. Wel erg eigenlijk, hè? Dat dan zo iemand zo'n podium krijgt voor de hele wereld dan, hè? Ik krijg zo niet podiums, hè? Ja. Ik pak soms corona, omdat ik dat zo een makkelijk voorbeeld vind. De Sam Brok, hij zat in 7 dagen en hij zegt, ja, de vaccins, dat heeft niets van Pekopandje en de ah, ja, man, zegt hij voor nationaal televisie staan. Die Sam Brok is zijn job kwijt. Ja. Een half jaar later blijkt dat hij gewoon gelijk heeft. Ja. En die Pierre van Dam, man, had een keer week komen en niet anders gedaan dan niks gedaan. Dus dat is de wereld vandaag de dag is corrupt tot en met. Ja. Maar ja, slecht. En dat is ook zo. Niet van de aan en al. Ik ben er ook. Trouwens, dat is het religie en relatie. Wij zijn vooral bezig met relatie met God en Jezus op de bank. Religie is meer, je moet dit, je moet dat. Ja, dat mag maar wel gelang. Maar dat is niet meer, maar dat is ook niet meer bijbloemen. Ja. Dat is eigenlijk heel leuk, ik heb een beetje succes. Ik heb zelfs dat ik niet zo waard ben. Ja. Ik heb gezegd dat ik niet mensen moet. Oh, ja. Dat is niet meer een boodschap, maar ook de wet van de aantrekking. Kussen zijn wond. Ja. Ze hebben een heel bijbel van zitten en al die ja. Maar het gaat wel, het is om de hemel dit. Uw rijk komt en dat uw wil geschieden. En zo staat hier, want mijn wil is. En luister, mijn wil is. Nederig. Ik volg hem. Ja. Niet van waar ga je doen. Ja. Ik volg hem niet. Ja. Dat zegt hij. Dat je helemaal. Ja, dat is waar. Ja. En heel veel ondernemers vinden dan zeker zo, wat dat nu allemaal bezig is, businesscoaches en erop, die vinden dat we het waard zijn om veel geld te verdienen. Want, en dat is overvloed. En waarom zouden we hem niet gaan aantrekken en zo? Dat is ook, ik denk dat we ja. Staan, waarom is het in zoveel landen dat je niet hebt? Ja. En dan zeg ik altijd dat ik een ons-kapitalistisch distributiesysteem van wij smijt niet weg. Erg. En in andere landen, dat komt gewoon, het gaat niet veel. Dat zijn wij, man. Ja. En dat is ook dit, om de mens. Ja. Maar goed, om de mens, want je hebt nog 4 andere mensen, oké, maar heel veel mensen doen. Ja. Omdat voor een einde.
Het was inderdaad corona. En Bill Gates was al zijn vaccin aan het verkopen na week 1. Ja. Oké, hij moest dan. Michael, ik vond het super interessant. Voor mensen die vragen hebben, dat vraag ik met al mijn gasten. Mag ik hun vragen dan eventueel voorleggen en dan dat antwoord bezorg? En dus dat is een vraagje. En dan, ja, mensen die, want ik vind ook de manier, de gedrevenheid, enthousiasme, ja. De prediker zijn er wel, hè? Dus waar kunnen de mensen jou vinden of vertel ik eerst? Ik ben eerst in het jaar naar mijn dominee, dat preek wel even in de kerk. Ja, dus dat was al de Bijbelse beslissing, maar volg je weet dat ik erop, hè? Maar als je e-mailadres erachter hebt, krijg je wel. Heel veel jaar of zo. Ja, ja, ja. Allemaal wat ik zeg dingen. En wat ik ook interessant vond, als ik dan bezig was met dat christendom. Ik zocht heel veel mensen op. En ik merkte ook wel dat heel veel mensen dezelfde dingen zijn. En zo, ja, in dat land zijn en dat en dat. Dus toen was dat voor mij ook meer zo van, ah, oké, okay, dat klopt hier echt wel. Dus al die video's kunnen de mensen zien, de video's ook wel gemaakt. En, ja, ik ben nu 37 al. Dus mijn 40 misschien zo. Ja, wel beneden. Het traject is 40 dagen, juist ook met dat cijfer 40. Sommigen vinden het heel veel om op 40, zou het makkelijker kunnen uit, maar ik vond dat 40. Ja, ja, wel. Ik ben toch al op YouTube, denk ik, ja. Heel makkelijk. Ja. Oké, okay. Ik zal jouw link eronder zetten. Maar had jij onlangs niet iets nieuws, dus dat mensen op je YouTube-kanaal of zo? Ja, want ik heb op de televisieplatform. Ah, dat is de beste beslissing.tv. Ja. En dat is gewoon als mens, maar het is gewoon afvalverslaving en drugsverslaving. Maar ik wil er ook nog een beetje aan inbreden. Met alles op zijn kun je aan het geloof verslaafd zijn? Nee, niet echt. Nee, maar weet je waarom? Ja. Dat, meestal een verslaving, als je er te veel van pakt, dan gaat het niet. Ja. En daar een goede slechte. Ja. Emotioneel. Maar bij het geloof leiden niet. Nee, dat was alleen maar een beetje mens. Ja, wat? Snap dat als die vraag staat. Ja. En ik moet wel zeggen, het eerste. Ben ik 3 jaar. Ik ben verslaafd op God, maar ben 3 jaar veel met de Bijbel bezig nu. En het eerste jaar heb ik genomen weer gedeeld. Omdat dat. Wat deel nog moet zijn, de laatste 2 jaar ben ik hier ook gekalmeerd, omdat kan je zeggen, zijn, dus mensen weten ook dat ik christen ben, trouwens goed niet goed weten. Dus op zich vind ik dat goed. En dan, het is meer door gewoon te zijn, dat de mensen kunnen nadenken van ook. Het laatste jaar ook veel meer vragen gehad, dat is ook. Ja, omdat ze misschien, als je zo hevig, ja, zijn ze... Was een beetje hevig, dat was enthousiast. Ja, want ik moet ook zijn, zelf het laatste jaar zijn omdat ik ben dus afgelopen door, omdat iedereen daarvoor staat vreemd. Dat is ook eens een vraag. Ja. Zeker als je kinderen hebt, als je het elkaar hebt, is het altijd schade. Mm-hmm. Of aan de kind, of aan de partner. Dus we proberen. En dat heb je daar ook al een kwestie over gehoord. Dus als in de tijd van de magazine, dat was zo, dat is mij bijgebleven. Dat was zo inderdaad ook in een relatie, en scheiding, en de kinderen of harmen, hè, die dan. Maar die kinderen zouden ook nog leren dat niks definitief is. En leren omgaan met dingen die eindigen, die eindig zijn. En dan opnieuw gelukkig worden met een nieuwe situatie. Ik vond dat wel mooi, een mooi inzicht eigenlijk. Je moet wel de kracht zijn om die weer te kunnen omgaan. Ja. Maar gewoon maar zeggen. Maar mijn focus is dan ook als mensen inderdaad samen zijn en het moeilijk om het samen door te gaan. Ja.
zich is dat beter voor iedereen om dat maken. Ja. Ik ben ook zo een. Je kunt aangetrokken, je kunt echt een doel, en dat is weer die ziel, die twee zielen die samenkomen, omdat ze dat afgesproken hebben. Maar soms is de lering op, en gaat de ene zo, en de andere zo, en dan is misschien wel tijd om het liefdevol, dat is echt van af te ronden. Maar daar ben ik ook totaal niet meer mee akkoord, omdat genoeg meer. Ja. De lering is op, kan je. Dat is niet allemaal niet slecht. Ik heb 4 dagen. Ah ja, oké. Na een half jaar tot. Ah ja, oké. Niet meer. En nu weet ik dat niet. Ik heb dus al weet niet hoe ik al zeg ik allemaal vroeg met die kom. Dus zeker nog een keer. Als je zou weten waar je ze meteen. Je krijgt al een nieuwe les. Een nieuwe les wel. Maar bijvoorbeeld één thema kunnen zo dadelijk. Het gaat over de één les, hè? Zo. Andere dingen. Dat is we zijn 5 jaar nog samen. Ik heb al 10 keer een andere vrouw gehad in die 5 jaar. Ik ben niet vrouw. Dat is ook mijn nieuwe man. Anders dan 5. Maar het is daarom ook dat. Je kunt altijd verder leren. Ja, dat is dat zeker hetzelfde. Ik vind ook dat je daarom ook van elkaar gaan. Dus we doen dat heel makkelijk. Ja, dus 100 jaar geleden werd nog veel minder gedaan. Ja. Nu is het wel, het gaat niet meer. Ja. Maar het is ook veel. Hè. Ik merk dat ook, als zo'n bonus is. Dit. Ja, en, maar, is ook zo als een jongen zegt: ik heb nu veel meer tijd. Ik hield ook enorm van mijn kinderen. Ik was een goede mama. En ik was er altijd. Want ik paste mijn werk aan om bij mijn kinderen te zijn. Het was wel de hardste periode van mijn leven. Dat ik echt over mijn eigen grens ben gegaan. Dat zijn dat soms het team, hè? Nee. Nee? Oké. Wat mag ik jou, om af te sluiten... jouw wensen, of wat is nog jouw grote droom, Michael? Nee, want nu concreet moet ons wel eens nestwens hier in de buurt. Dus dat is wat je manifesteren, hè? Volgens de manifestatiekracht. Ja, ik geloof via Hendrik. Ja, voilà. Nee, maar, ik voel ook altijd dat ik dacht altijd... Of dat we het domineer zo kunnen wonen. Maar eigenlijk gaat dat samen. Eigenlijk wil ik mijn vrouw meer in betrekken. Dus wij zijn ook workshops meer zoeken. Ja. We kunnen ook samen meer waar dingen doen dat we dat ook als gezin kunnen doen. Eigenlijk, één komt half jaar zo'n alcoholvrij. Normaal moet ik daar veel moeite voor doen, omdat we ook zijn. Ik heb één mail gestuurd waar mijn 9 mensen van de eerste keer in schreef. Dus het is nog wat plaats. Ik ben goed in het boek. Dan moet je dingen samen gaan doen. Eigenlijk zo, dus een beetje kunnen antwoorden op de vraag van die. Maar dat is juist, dus je ziet dat toch wel. Dus ik denk dat we samen nog het een en ander. We gaan jullie samen dan de volgende keer uitnodigen en zien wat voor energie, want amai, je hebt heel veel energie, hè? Dus, Meestal. Dankjewel om tot hier te komen en voor je ongelooflijk enthousiaste, inspirerende babbel. En ik zou zeggen, lieve mensen, heb je vragen of meningen of commentaren, positief, en ik bedoel opbouwend bedoeld, hè, zet ze hieronder en ik bezorg ze dan aan Michael. En dan horen we hem de volgende keer met zijn vrouw Stefanie erbij. Oké, ciao, dankjewel.